een beetje zweet dan. Ik ook. Ja, man. Ik ben zenuwachtig van dit, joh. Oh, misschien moet je even sorry zeggen in de camera. Sorry. Voordat mijn baard eraf is. Ik mis mijn baard. Oké. Okay. Ja. Bam, 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 bam. We zijn er weer. We zijn er weer. Flex. Leuk. Zin in. Waarom de fuck zijn we hier? Elegant, strak, niet, ja. Zwart, zwart, zwart. Je ziel. Vrouwen die een beetje een iets meer mannelijke look, zeg maar, kunnen hebben. Ik vind dat heel erg mooi. Volwassen uitstraling en vrouwelijk vind ik altijd wel mooi. Gewoon mantelpakje, hoge hakken. Dat moet wel gewoon echt een hak zijn, niet zo'n ding van 2 centimeter. Heb jij een schoenenfetish? Beetje. Vrouw kan denk ik heel nonchalant zijn met een heel overdreven kledingstuk, wat op zichzelf heel lelijk is, maar waardoor als ze het draagt heel tof is. Het ensemble. Je kan heel... Trek gewoon iets normaals aan. Dat zeg jij. Ja. Gaat nou weer over dat ik geen broek meer heb? Hey, Natalie Dorma. Oh ja, dat is wel sexy. Maar wacht even. Beoordelen we de kleding of beoordelen we de dame? Spoilers. Als je Game of Thrones niet hebt gezien, als je niet bij bent. Die is dus hartstikke dood, hè? Spulletjes inpakken, einde van de straat, maar dit... omkeren. Ja, ik vind het wel kinky, dat kapseltje. Half stuk eraf, waarom? En dit is een gevaarlijke foto, want we kunnen haar schoenen niet zien. Hoe zie je het? Het lijkt me een verpakkingsmateriaal van een ding dat je bestelt of zo. Hier wordt niemand beter van. Niemand. 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 Het is een soort dwangbuis. En dat ding moet eraf, dat gaas moet eraf en dat jurkje moet zwart. Nou, weet je, een 7. Ik vind het een 5. Gemiddeld is dan een 6. Een 7 min. Ja, maak het mee eens. 7 min. Maximaal een 4. Dat is een 1 voor je naam en 3 voor de moeite. Hey. Solange. Ja, lekker wollig. Gewoon knus. Ik vind dit wel leuk. Solange kan bij mij heel weinig fout doen. Ja. Dit is toch geen catwalk of runway look of wat dan ook? Dit is gewoon iemand... Heb jij ingeleverd voor de catwalk middag? Ja, weet ik het. Dat was gisteren. Ja. Ja, het is wel een beetje een ongestelde pino, maar kan het wel hebben. Ja. Het is kleur op kleur op kleur en dat doet ze echt heel goed. Ik vind dit niet heel bijzonder. Wat vind jij chef schoenen van... Ik vind dit stabiele stappetjes hoor. Stabiele stappetjes. Alliteratie. Doet die even. Gewoon een hele goede outfit. Nee, ik wil 7'tje. 7'tje, goed over nagedacht. Ja. Een 9,5. Ja. Nee, ben ik het wel mee eens. Ja, steady 7,5 tot een 8. Misschien wel een 8. Ja. Hey, het is een Jenner. Daarna trouwens, het zijn een paar lippen met daarachter iets wat lijkt op een Jenner. Waarom? Ja, dat is die ene die tegen een muur aan is gewandeld met de lippen. Ja, ja. Maar elke dag 3 keer. Ja. Ik vind dit echt niks. Nee, ik voel het gewoon niet. Ik voel het niks wat ze aan heeft, voel ik. Naar huis. Is Louis Vuitton weer een ding? Heb ik een memo gemist? Ik zou die bandana daar afhalen. Ik denk niet dat ze dat kan hebben. Haal dat stomme ding van je hoofd af. Kan jij moet gewoon even met haar praten. Ja. No. Maybe. No. Paars haar, lelijke knieën. Als je lelijke knieën hebt, kan je ze toch gewoon inpakken. What you say? Zullen we één ding gewoon afspreken bij deze? Als je naar een festival bent geweest, doe die bandjes gewoon af als je s'avonds in je nest ligt. Nobody gives a shit. Verder, ik vind haar heel stom. 2 voor de Louis. Omdat je toch een Louis bent daarna op je hoofd hebt. Kylie. Oké, cijfer is sowieso een 1 vanwege die festivalbandjes. Nee, gewoon, ze krijgt geen cijfer. Gewoon overnieuw. Proberen we het nog een keer. Ja. En beginnen we lekker opnieuw. Gewoon naar huis. Deze laten we gewoon even zitten.